De geschiedenis van de Palestijnse gemeenschap in Nederland begint op 11 november 1963, toen een groep Palestijnse mannen afkomstig uit de buurt van Nablus, Palestina, naar Nederland komt om bij toenmalige Romy, de Rotterdamse margarine-industrie, te gaan werken. Na de Tweede Wereldoorlog had Nederland arbeiders nodig voor de wederopbouw. Romy had in Nablus een dochterbedrijf. Toen de instructeurs van de fabriek in contact kwamen met de Palestijnse werknemers, zagen ze harde en bekwame arbeiders. 60 mannen kregen de mogelijkheid om in Nederland te gaan werken. We komen in november in de kou. En die andere dag, ik denk het was regend alleen die dag. Maar een paar dagen later komt de sneeuw. Je ziet de sneeuw als zand tegen je gezicht komt. En ja, we vinden het zo vreemd. En we hebben zelfs geen winterkleding aan. We kwamen auto naar mijn land en we hebben helemaal niks. Dus op dezelfde dag, toen de directeur van Rome toen ons allemaal ontvangen in de kantine. We hebben gevraagd om voorschot te betalen aan ons om in kleding te gaan komen. En dat hebben ze gedaan. Dus iedereen gaat een dikke jas kopen. Dik onder broek om te doen natuurlijk. Hè. Mijn vader die kwam in 1963 naar Nederland met een groepje Palestijnse mannen om bij de Romy-fabriek in Vlaardingen te werken. En ik ben in het kader van een gezinshereniging gevolgd met mijn moeder en broers en zussen. Ik heb mijn vader pas leren kennen op mijn 7e. Ik was ongeveer 2 maanden toen hij naar Nederland vertrok en heb hem... voor zover ik terug kan gaan in mijn herinneringen, heb ik hem pas weer gezien toen hij ons kwam halen in september 1970 om naar Nederland te gaan. Dus voor die tijd heb ik geen vaderfiguur gekend. Vreemd. Maar je was ook eigenlijk veel meer gefocust op dat je eigenlijk blij was dat je... nu allemaal samen was, herenigd met je vader, maar vooral ook uit de onveilige situatie. Omdat ik ook de geschiedenis niet heb meegekregen van huis uit, ben ik op een gegeven moment mijn vader gaan vragen naar wat hij nou allemaal heeft meegemaakt. Helaas overleed hij na 3 jaar. En ik had het gevoel dat ik niet het hele verhaal heb gehoord. Ik had door willen gaan, maar hij overleed. Dus dat heeft ook meegespeeld bij mij, van, maar hij is niet de enige. Er zijn nog meer mannen die ook dit verhaal kunnen vertellen. En wellicht kunnen zij dus net die stukjes vertellen die mijn vader niet heeft verteld. Na een dag hard werken was het Oranjepark dé ontmoetingsplek om de leuke en minder leuke momenten met elkaar te delen. De oude bomen zijn mis. Zie je ook ergens naam hier van de Palestijnen? De ene schrijft zijn naam aan de boom. Zoals die bomen kunnen praten, zijn ze zich heel op in. Ja, de boom is de best getuigd hier. Aan ons. Ja. Nou, deze straat was eigenlijk de hoofdstraat. Die, als je goed zo kijkt, zie je zoveel Palestijnen op de banken zitten. En met onze vrije tijd komen we gewoon naar het werk hier. We spreken natuurlijk alleen maar Arabisch taal in die tijd. Later beginnen we een beetje te kletsen in het Nederlands. We waren gewoon als familie bij elkaar. Elke dag zo druk hier bij het mansoen, dat de families komen naar ons te kijken. Ik heb nooit mijn verjaardag gevierd daar in de Westbank. Maar hier, nou, ik ben een van de mensen die 5 keer per jaar mijn verjaardag vieren. Leuk. De bedoeling is om bij elkaar te zijn. Er komen ook vele Palestijnen, die iedereen met zijn vriendinnetjes of zo. Het was een hele leuke tijd. Ik denk dat zij ook die activiteiten die ze hadden georganiseerd, hadden het gedaan om een beetje hun problemen te kunnen vergeten. Om die pijn te verzachten dat zij hun familie niet kunnen zien. Dat was vreselijk voor hun. Dus het is, zodra ze een feest aan het vieren waren, zag je wel een glimlach en dat ze gelukkig waren. Maar als zij alleen weer
terug in hun eigen kamer waren. Volgens mij begon die pijn. Die heimwee naar het eigen land en het gemis van de eigen familie. Dat was erg. بعرف من الناس جدا كافحوا في هذه البلاد و... وبعدين رحلتهم كانت مش الشغله هينا رحله صعبه يعني مش رحله بسيطه يعني بتعرف هاجروا يعني كهجره اجوا من 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 فلسطين لانهم تربوا هون وعودوا يعني صارت البلاد هذه بلادهم غصبا عنها مش خطره مزبوط فكانت رحله صعبه عليهم صراحه يعني En die tijd was ook niet zo eigenlijk goed. Hè? Dat was, ik, ja, bijvoorbeeld ik als man met, getrouwd met een zoon, 72 gulden per week in een zakje. En zo was onze salaris. 4 jaar na de komst van de groep mannen breekt de oorlog tussen Palestina en Israël uit. Een gewelddadig conflict waardoor het voor de groep mannen onmogelijk is om terug te gaan naar hun achtergebleven gezinnen. I hope we will have peace. Because I think this is the hope for every Palestinian. And if anyone in the world needs peace, they are the Palestinian people. They are suffered for many years because there is no peace. And I hope peace would come where people, Palestinians and other people in the world, they can go live where they wish as normal citizens. I hope the day will come when I see many Palestinians would go to Palestine or anywhere when we have peace with Israel and when we have a Palestinian state next side to the state of Israel, then all borders would be open, no walls, no occupations. So it would be areas open to Jews, to Muslims, to Christians to live where they wish. I hope that time will come, but till we achieve peace, most of these Palestinians will not be able to go, even some of them to visit. Mayat Zalman is een van de mannen uit de eerste generatie Palestijnen. Aanvankelijk zou hij, net als alle andere mannen, 1 jaar werkzaam zijn bij Romy. Inmiddels heeft hij er 43 dienstjaren op zitten. Ik heb 2 broers hier eerder als mij gaan werken bij Romy. Via hen ben ik hier in dit bedrijf gaan werken. Ik was natuurlijk jong van 22 jaar en ik ben net geïnteresseerd in mij in het raffineren van olie en vetten. En ik heb al sinds die jaren hele stap voor stap moeten beginnen bij bananen, laat maar zeggen, bij begin bij begin. Ik ben daar en ben ik in die jaren vele processen, veel cursussen gevolgd en zo. Weet het. En daarna weet het hoe is dat allemaal in elkaar zit met het raffineren van olie en vet. Vroeger heb je veel met hand gewerkt, maar het laatste jaar was het allemaal volop automatisch via de computers. Uitschakelen, kijken of je verlichting post. Ja. Mayat die is hier bezig alsof het zijn eigen bedrijf is, alsof het zijn eigen huiskamer is eigenlijk. Als je aan Mayat vraagt van wil je op zaterdag op zondag de ketel aanzetten of uitzetten, dan staat hij hier. Wil je iets controleren, dan is hij hier, maar ook op elk ander moment. Ik kan zelfs ook wel zeggen dat we met z'n tweeën in staat waren om het geheel hier te redden, om een brandje tijdig te blussen midden in de nacht. We hebben hier ook echt gevochten om te zorgen dat de zaak door blijft draaien. Het is niet zo makkelijk en wat je daaraan merkt is dat bijvoorbeeld in situaties waarbij de familie om de hoek komt kijken, bijvoorbeeld een overlijden in de familie, deze mensen veelal gewoon te laat in hun thuisland komen. En daar hebben wij hier natuurlijk binnen het bedrijf mee te maken en het enige wat je dan kan doen is interesse tonen en naar ze luisteren. Wat willen ze nou eigenlijk? Ja, ze horen gewoon bij de club. Ja, er was wel eens wat anders. Als we uit eten gingen, dan moesten we zorgen dat er geen varkensvlees op tafel kwam. Of als we de vaste maand, dan moesten we wel voorzichtig zijn met onze personeelsplanning en zorgen dat iedereen toch een beetje in de gaten werd gehouden. En dat we daarna ook, als de vaste maand voorbij was, dat we dan ook daar gewoon behoorlijk wat aandacht aan schonken. Buiten de fabriek was er maar weinig bekend over de Palestijnse gemeenschap. Hoe leven ze? Wat is hun verhaal? Wie zijn ze?
Zij hebben zich in het begin nooit als Palestijnen gemanifesteerd. En hoe konden wij het weten als zij zich Jordaniërs noemden? En ze woonden ook verspreid en hebben zich nooit als groep eigenlijk in die eerste tijd naar buiten gemanifesteerd. Dus wij wisten van niks. Wij hebben van huis uit onze geschiedenis niet echt meegekregen. Ons is niet echt verteld van, goh, zo zit jouw geschiedenis in elkaar. Reden daarvan is dat we ook mee hebben gekregen van, kom er vooral niet voor uit dat je Palestijnse bent, want dan maak je minder kansen in het leven. Je komt niet echt vooruit als ze weten dat je een Palestijnse bent. Dat werd niet zo duidelijk gezegd, maar je wist wel dat die gedachte leefde. Ik ben ze pas leren kennen toen ik gevraagd werd voor het schrijven van een boek over de historie van de Palestijnen in Vlaardingen. Het was sowieso een heel moeilijk iets voor die Palestijnen om hier te vertoeven. Want ja, ze spraken de taal niet, dus ze moesten hard werken voor weinig geld. Ze moesten veel betalen aan huur, aan het pensioen. Dus van het sturen van geld naar familie in het Midden-Oosten, daar kwam eigenlijk niks van. Als burgemeester is het altijd heel lastig om je te manifesteren in op een politiek terrein. Zeker als dat politieke terrein de Palestijnse kwestie betreft. Uitermate politiek gevoelig en heel veel gemeenteraadsleden vinden natuurlijk niet dat een burgemeester zich met buitenlandse politiek moet bemoeien. Maar ja, het gaat om het lot van veel familieleden van een hele grote groep Palestijnen in Vlaardingen. En de burgemeester werkt voor alle Vlaardingers. Op enig moment kwam er een ander college en ja, die vond het niet goed dat de burgemeester zich bemoeide met de Palestijnse kwestie. Dat vond ik wel heel erg lastig, want toen kon ik eigenlijk niet verder gaan met die steun. Terwijl we zo dichtbij waren om iets bijvoorbeeld te betekenen voor het ziekenhuis in Nablus. Dat vond ik een hele moeilijke periode. Ik weet nog dat op enig moment het gelukt is om fruit, citrusvruchten waren het geloof ik, uit de Gazastrook hier te lossen in de haven van Vlaardingen. Nou, men was ontzettend trots, maar ook de Vlaardingers waren heel erg trots dat dat gelukt was. Voor het eerst producten uit dat deel van het Midden-Oosten die gelost werden in Vlaardingen. Dat was een heel trots moment. Ik ben opgegroeid hier als protestantse jongen, gereformeerde jongen, in de vrezen des Heren en we gingen twee keer naar de kerk. Dus ons werd verteld dat Israël het beloofde land was. En dan word je geconfronteerd met een heel iets anders, namelijk een Arabieren in het beloofde land, in Israël, in Palestina, zoals ze zelf zeggen terecht. Ik dacht, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Dus ben ik heel veel gaan lezen erover. En toen viel mij op dat er dus twee soorten literatuur was over het Midden-Oosten. Voor en tegen de Arabieren. En toen ging er de wereld voor mij open, want dat was een heel veel lijden van die Palestijnen. Vooral na 1948, toen er een oorlog uitbrak tussen de Joden en de Palestijnen en zij dus verdreven werden uit hun gebieden. Voornamelijk naar Nablus, de Westbank, waar onze mensen dus vandaan komen. En er blijkt dus daar een hele wereld achter te zitten, dat sommige gezinnen dus heel lang daar hun eigendommen hadden en hun leven leefden en vervolgens dus weg moesten. Het valt mij op aan de Palestijnen dat ze dus hun kinderen goed opvoeden, maar ook goede opleidingen geven. Heel veel hebben een universitaire opleiding, zelfs masters. Ze hebben het heel goed gedaan, heel goed, ja. Niet alle Palestijnen zijn als arbeider naar Nederland gekomen. Sommigen kwamen als vluchteling of om te studeren. Ik ben een simpele mens. Een Palestijn in diaspora. Ik kwam hier in 1966. En sindsdien leef ik hier in dit mooie platteland. Ja. Ik ben geboren in Jeruzalem, in de oude stad Jeruzalem. In de Armeense wijk. Ik ben ook gedoopt in de Armeense wijk in Jeruzalem. Helaas, de meeste mensen zijn vertrokken onder de Israëlische bezetting natuurlijk, ja. Toen ik op school zat daar in Jeruzalem en ook in Ramallah en in Birzeit ook, ja. Het was nooit een issue. Wie is christen, wie is moslim, wie is wat en zo. En hier ook, ik merk ook
als ik onder de Palestijnen ben en zo. Je bent eerst Palestijn en dan in de tweede plaats ben je christen of moslim of wat dan ook en zo. Het is ook niet belangrijk. Het wordt ook nooit gevraagd. Dus in feite wat ons verenigt als Palestijnen hier is dat wij leven in een diaspora. Wij zijn, ons land is bezet. En net als alle Palestijnen, wij willen een einde aan de bezetting. En wij willen gewoon streven naar onze onafhankelijkheid. Mohammed Abu Lail is politicus en dichter. Ook is hij maatschappelijk actief, net als veel andere Palestijnen. Mijn vader is na de oorlog naar hier toe kwam. Wij woonden toen in een Palestijnse kamp in Jordanië. Mugheim al-Hussein kamp. Mijn vader had toen geen werk. Wij hebben geen onderkomen. Mijn vader is naar hier toe gekomen omdat zijn broertje was hier. Hij werkte toen bij Melk Unie. Hij heeft 4 jaar gewerkt als illegaal in Melk Unie. Melk Unie heeft hem gearrapteerd als een hele goede arbeider. Toen heeft die directeur van het bedrijf, hij was een Jood. En mijn eer voor de man, hij is nu overleden, hij heet de heer Vermolen. Ik ken ook de rest van zijn familie nu. We hebben kennis gemaakt. Hij heeft hem hier een verblijfsvergunning gegeven. En hij heeft tegen de Nederlandse staat een rechtszaak opgezet. 1974, mijn vader kreeg die Nederlandse verblijfsvergunning. Als dichter heb ik altijd gedichten geschreven over de heenwee van het land van herkomst. Over die bezetting. Over de mensen daar, over die vluchtelingen. Ik heb ook hier over de zwakken in de maatschappij. Over de onderdrukking die de arbeiders hebben hier in Rotterdam of in Nederland. Dat was die drijvende kracht achter mijn gevoelens hier in Nederland. Het niet terugkeren van de groep mannen heeft veel impact gehad op het leven van de achtergebleven familieleden. Het gemis van de vertrokken vaders is enorm. Het gemis van mijn vader veroorzaakte veel pijn bij mij. Als ik aan het eind van iedere dag zag dat andere leeftijdsgenoten hun vaders opwachten als hij vanuit het werk kwam. Met een lekkernij, met iets. Alleen de komst van die vader gaf veel plezier. Zag ik iedereen met zijn vader gaan, dan bleef ik alleen wachten, zeg maar. En dan ging ik weer naar huis alleen. Dat deed veel pijn. Dus ik wilde ook graag die plezier ervaren. Ik wilde mij ook als kind voelen. Ik heb het gevoel dat ik een groot deel van mijn kinderjaren gemist heb. Daardoor. Ik kreeg verder in mijn leven kreeg ik pas echt last van de situatie toen ik in een wat rustiger vaarwater terecht kwam. En rustiger vaarwater, daar bedoel ik mee. Ik was inmiddels afgestudeerd, ik was getrouwd, ik had 3 kinderen. En dan is je leven wat stabieler. En met het uitbreken van die eerste intifada heb ik nog weg kunnen kijken, want dat doet pijn. Want je merkt dan van, er is nog steeds niks veranderd in die situatie. En de Palestijnen zijn nog steeds tweederangs burgers. En dat was voor mij moeilijk te verkroppen. Dus ik keek weg. De tweede intifada heb ik niet weg kunnen kijken. Ja, dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat het mij ziek heeft gemaakt. Daar bedoel ik mee dat ik erg angstig werd. Ik heb een zuster. Dus ik was bang dat je elk moment een telefoontje kon krijgen van... Er is er eentje gedood. En angst, wanneer breekt er weer een oorlog uit? Wanneer breekt er weer een inval uit? De kinderen zien, de vrouwen zien, de Palestijnen zien wat hen aangedaan wordt. Daar kon ik niet meer tegen. En nu kan ik daar met iets meer afstand naar kijken. Omdat ik ook bezig ben. Ik handel op een ander gebied. Mijn kinderen zijn hier geboren, zijn maar een paar keer in Palestina geweest. En naarmate ze ouder worden, merk ik dat ze wel
steeds meer vragen gaan stellen. Van, goh, hoe zit het hiermee, hoe zit het daarmee? Dus eigenlijk hetzelfde verhaal wat ik heb meegemaakt. Dat ik op mijn 15e geconfronteerd werd met de vraag van, wat ben je nou eigenlijk? Geldt dat nu ook voor hen? Je moest die plek van je vader innemen. Dus dan moest je veel dingen doen, verantwoordelijkheid voor het huis. Als je wat ouder werd, moest je weer werk gaan zoeken. Dan moet je ook genoegen nemen met wat aanwezig was. Kijk, een gezin waar de vader aanwezig was, die had het beter. Die vader die werkte, bracht geld in. Onze vaders waren ver verwijderd van ons. En die konden dat niet doen. Zij schreven onze brieven. Het duurde een maand of twee, drie voordat die brief aankwam. Dus, en die brief bleven we maar constant lezen. 3, 4, 5, 6 keer lezen. Hè? Om het gevoel te hebben dat die vader dicht bij je is. En ik probeer natuurlijk het gemis aan de dingen die ik door het ontbreken van mijn vader op dat moment had, hier wel te compenseren. Op allerlei manieren, bijvoorbeeld toen ze jong waren, door speelgoed te kopen, door ze mee te nemen. Zelfs de snoep en de dingen die een kind nodig heeft voor ze te kopen. Ondanks dat de derde generatie Palestijnen geboren en getogen is in Nederland, voelen ze zich aangetrokken tot Palestina, het land van hun ouders. Hoe ik me daarvoor als ik ben, ik voel me gelijk thuis. Ik bedoel, nogmaals, het is wel raar. Kijk, een gemiddelde persoon, ik denk een gemiddelde Nederlander, die zou het inderdaad raar vinden. Het is een land met oorlog, met weet ik veel wat er allemaal kan gebeuren. Je kan gewoon elke seconde ben je er niet meer. En toch voel ik me thuis. Ik zou daar gewoon kunnen blijven wonen. Alleen de omstandigheden. Kijk, ik ben hier geboren, getogen. En hier heb je allerlei dingen opgebouwd. Dus je leeft toch een soort van tussen twee werelden. Als het land bevrijd zou zijn, dan is het een ander verhaal. Wij natuurlijk zijn al jaren bezig daar met vredesonderhandelingen. Ik hoop dat die doorzet en dan uiteindelijk die Palestijnse volk ook krijgen die vrijheid en de rust. Weet je. Nu hopen dat het de goede kant gaat. Ja, ik vind nog steeds te veel sympathie voor Israël. Terwijl je eigenlijk gewoon heel eerlijk moet kijken en heel zuiver moet kijken naar, goh, wat is er nou aan de hand? Wat speelt er nou precies en wat kunnen wij doen? Maar zo wordt er helaas niet gedacht. Er zijn veel te veel landsbelangen. De oplossing van het Israëlische-Palestijnse conflict is eigenlijk het vinden van echte rechtvaardige oplossing voor de Palestijnse vluchtelingen. Het realiseren van en uitvoeren van alle VN-resoluties, met name de resolutie 194. Die is in december 1948 opgenomen met grote meerderheid in de VN. En die zegt dat terugkeer van alle Palestijnen naar hun eigen huizen en dorpen. I think the Dutch, I believe in what Dr. Martin Luther King said, injustice anywhere threatens justice everywhere. So people in the Netherlands, they feel, maybe we don't feel we live in freedom and justice if our neighbor, the Palestinians, is still living under occupation. So I think justice cannot be divided. Justice is not for one group or one religion or one color. Justice is universal. And I think that the Dutch people today see justice should go to the Palestinians like the rest of the world. هنا تصورته انا شفت لكم صوره وانتم واقفين هيك على هذا الدرج انت صورته على هذا الدرج شفتكم صوره كلهم De laatst overgebleven werknemer uit de eerste generatie gaat met pensioen. Zijn zoon en schoonzoon nemen zijn plaats over. Ja, het is een stukje van jouw leven gewoon in dit bedrijf. En nou ja, in één keer stop.
Dus we moeten rustig aan doen. Langzaam gaat de goede kant, denk ik dat. Je hebt duidelijk meer vrij als vrij overal naartoe. Gaan reizen, gaan met kinderen, kleinkinderen en zo gaat. Gemeente Vlaardingen ook dankbaar voor de gastenvrijheid. Ik heb het hier goed. Mijn kinderen hebben het goed hier. Ook mijn zaken zijn hier. Mijn contacten zijn hier. Ja. Dus, maar ik wil vrij kunnen bewegen. Elk moment dat ik wil daarheen gaan, ik wil daarheen kunnen gaan. Ook als ik wil daar wonen, ik moet dat kunnen doen. Maar eigenlijk ikzelf nou, ik hoef niet meteen morgen mijn koffers te pakken en terug te gaan. Wij zijn gewoon een volk die uit een oorlog komt. Dus we begrijpen het leven denk ik ook weer wat beter. Wij hebben ook zoiets van, we willen wat opbouwen. Je ziet dat er heel veel hoog opgeleide Palestijnen hier zijn, heel wat bereikt hebben. Maar dat is juist omdat ze iets in hun eigen land niet konden krijgen of het land zelf niet kunnen zien. Dat ze deze mogelijkheden willen grijpen om toch wat te betekenen. En ook nog dankbaarheid richting, denk ik, Nederland zelf. Van, jullie hebben wel ons mogelijkheden gegeven. Hij is sergeant bij de marine, hij is sergeant bij de luchtmobiele brigade en hij is bij de beveiligingseenheden. Als je land wordt afgepakt, dan kan niemand jou afpakken wat er in jouw hoofd zit. Een studie, verder komen in het leven, jezelf ontwikkelen, dat heb je zelf in de hand. Dat verklaart ook waarom Palestijnen over het algemeen goed opgeleid zijn. Dus jij kan mij mijn huis uitzetten. Dat kan. Maar je haalt niet uit mij wat er in mijn hoofd zit. Dat is de gedachte erachter. Dat kan wel.